Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer februari en dat betekent dat het tijd is om mijn favoriete producten van januari te laten zien. Dit is momenteel het bakje. Hij zit onwijs vol. Ik had echt in januari een hele goede maand qua producten. Er zitten ook wat grotere producten bij. Dus ik ga je laten zien wat ik fijn vond en ik vertel je natuurlijk waarom ik het fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik dus heel erg fijn vond en zeker zou kunnen aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin maar even met een palet wat bovenop ligt en dat is het Casino Queen 8 Color Eyeshadow Palette. Dat is deze. Het is een palette van The Action. Het is dus een oogschaduwpalette in casino stijl. Op de achterkant zie je hier ook de kleurtjes staan. Heel erg leuk palet. Ik ga je de binnenkant even laten zien. Die ziet er zo uit. Hij heeft een spiegeltje erin. En dan zijn dit de kleurtjes. Heel erg leuk gedaan is dat onder de oogschaduws ook de namen staan. Ze hebben ook echt wel een beetje casino namen. Zoals Diamond Delights, Full House, Lucky Clover, Golden Roulette, Blackjack, Queen of Rouge, Pretty Pokerface en Royal Brown. Ik vind het ook heel leuk dat ze in een soort van licht, soort kleine lichtjes eromheen hebben. Ik heb het paletten wel bij de favorieten gedaan, maar het is wel een paletten met een gebruiksaanwijzing. Want als je echt net beginnend bent met make-up, zou ik hem niet direct aanraden. Omdat hij heeft best wel veel blending nodig. De overloop is niet altijd even mooi. Dus je hebt heel veel geduld en tijd nodig om hier je ooglook mee te maken. Maar ik vond het pigment van het paletten wel heel mooi. Ik ga even een paar kleuren voor je swatchen. Zodat je ook een beetje een idee hebt van wat deze kleurtjes dan doen. Kijk, dit is het pigment van het paletten. Je kunt het natuurlijk ook wederom weer opbouwen, wat eigenlijk altijd het geval is. Dat is eigenlijk met elk paletten zo. Maar zoals ik dus zei, hij heeft wel een kleine gebruiksaanwijzing. En als je gewoon al wat verder bent in make-up, is het gewoon niet heel erg moeilijk om de overloop heel mooi te krijgen. Maar als je dus echt net beginnend bent, kan dit best wel een beetje een dingetje zijn. Maar ik vond het zelf wel, ondanks de gebruiksaanwijzing, een heel mooi palet. Helemaal voor een low budget palet. Want volgens mij is het palet nog geen 3 euro. En ik vond het uiterlijk ook wel heel erg leuk. Dus dit palet vond ik zeker wel een aanrader. Dan heb ik hier een kwastenbelt. En dit is iets wat ik al best wel lang wilde hebben. Ik heb hier ook heel veel onderzoek naar gedaan, want ik heb ook op AliExpress gekeken en zo. Ik kwam er niet helemaal uit en uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de Boozy Shop. Ik heb er van het eigen merk en voor mensen die niet weten wat een kwastenbelt is dus een... eigenlijk dit, hier kun je kwasten insteken, dan zit er een riem aan en die kun je om je heup doen, waardoor je dus... ik kan het even laten zien. Dit resultaat krijgt, zeg maar, wat je eigenlijk vaak bij professionele make-up mensen ziet. Die bijvoorbeeld visagie doen of zo. Ze hadden keuze uit twee varianten. Je had namelijk een wat kleinere en een wat grotere. Ik ben voor de grotere variant gegaan, omdat die gewoon heel veel kwasten in kunnen. En ik vond het fijn dat je hem dicht kan ritsen. En dan je kwasten eigenlijk mooi kunt opbergen. Maar ik vond het wel heel erg handig, want vooral in de zomermaanden als het zo warm is, dan vind ik het vaak prettig om in de douche mijn make-up te doen, omdat het eigenlijk in mijn slaapkamer geen doen is bij de hete lampen. Dan kan ik deze gewoon lekker om mijn heup binden en dan kan ik bij mijn kwasten. Hier staat ook heel groot nog het logo van Boozy Shop erop. De kwaliteit is ook echt heel goed, voelt heel goed aan. En als je dan klaar bent, dan rit je hem dicht en dan... Ja, heb je gewoon je kwasten bij elkaar. Ook heel handig om bijvoorbeeld mee te nemen. Nou is dat voor mij eigenlijk niet aan de orde. Maar ja, ik ben hier wel heel erg blij mee. Ik heb deze in de Black Friday aanbieding gekocht. Dus hij was toen wat goedkoper. Maar over het algemeen is hij ook niet zo heel erg duur, vind ik zelf. Als ik vergeleek, want ze hadden ook wat duurdere merken, was dit wel echt een low budget variant. Dus daar ben ik heel blij mee. Dan heb ik een aantal producten uit de Momo collectie. Ik heb allereerst hier een Prey Makeup Mask. Het is een matte variant. Je had deze in een matte en een glimmende variant.
De Momo-collectie is gemaakt in samenwerking met Monica Geuze en Danique Bossers. Dit is een hele vegan lijn. Het was ook een limited editie. Ik heb deze dan een paar weken geleden nog met 50% korting kunnen kopen. Maar dit masker, dat is een leave-on masker. Die kun je dus gewoon aanbrengen en dan kun je hem 10 tot 15 minuten laten inwerken en dan werkt hij ook als primer. Dan kun je daarna gewoon gelijk je make-up eroverheen aanbrengen en hij ruikt echt fantastisch lekker. Ik ga deze even niet swatchen, want er is hier ook een hele uitgebreide video van online gekomen op YouTube en ook een review op mijn blog. Hij ruikt echt heerlijk. Ik vind het echt een heel erg fijn masker waar ik heel erg blij mee ben. Dan heb ik ook de Eye Lip en Face Balm, dat is deze. Dit is een balm die je kunt gebruiken om je wenkbrauwen in shape te houden. Maar je kunt hem ook als lipgloss gebruiken. En je kunt highlights creëren op je wangen, je schouders en je oogleden. Maar hij verzorgt ook droge plekjes. Dus je kunt hem ook als lippenbalsem gebruiken. En daar ben ik, dat heb ik zelf nog niet geprobeerd. Ik heb hem vooral op de wenkbrauwen geprobeerd. Dat werkt echt heel goed. Het werd ook niet hard. Hij heeft een pompje. En ook ruikt ook heel erg lekker. Maar ik ben ook nog wel heel erg benieuwd voor mijn lippen. Want ik heb op het moment echt super droge lippen. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar nog. Maar echt, deze producten vond ik echt wel heel erg fijn. Het laatste wat ik heb is dit beauty kitje. En deze had je in 3 kleuren. Echt een nude variant. Dat was dan de lipstick. Die was echt helemaal nude. Dan had je ook nog eentje met glitters en de rode variant. Nou, er zit dan een liquid lipstick in. Die echt heel erg mooi is. Die kan ik nog wel even swatchen. Want misschien heb je de video helemaal niet gezien. Heeft een best wel... de applicator vond ik niet fantastisch. Omdat je niet heel nauwkeurig mee kan werken. Maar dat heeft een beetje oefening nodig. Maar de kleur vind ik wel echt fantastisch. Dat is deze. Heel mooi kleurtje. Blijft ook heel intens zitten. Ook heel erg mooi. Is gewoon... Droogt heel mooi mat op. Dat vond ik echt heel geweldig. Dan heb ik ook een highlighter. Dat is dan een red highlighter. Die ziet er zo uit. Geeft een hele mooie gloed. Ik was in het begin een beetje sceptisch. Omdat ik dacht van nou... Gaat dit wat worden? Maar dit is de kleur. Dus heel erg mooi, moet ik zeggen. Had ik zelf niet direct verwacht. Maar ik vind het toch wel een hele mooie highlighter. Het laatste wat erin zit is een mascara. Hier was ik niet direct heel erg van onder de indruk. Hij belooft volume te geven. En dat zag ik niet. Maar hij separeert je wimpers wel heel mooi. Maar ik ben zelf niet zo fan van het borsteltje. Want er zit zo'n plastic borsteltje bij. En dat is niet zo mijn ding. Maar goed, ja, die krijg je er gewoon bij. Hele leuke set. Het was misschien nog leuker geweest als je bijvoorbeeld de highlighter en de lipstick ook los had kunnen kopen. Want je krijgt nu natuurlijk een setje. En het was ook echt wel... sommige mensen vonden bijvoorbeeld de highlighter van een ander setje mooier. Of ja, de lipstick. Het was misschien leuk geweest als ze dat ook los hadden verkocht. Maar goed, ik vond deze producten uit de collectie toch wel heel erg leuk. Ik vind het een hele leuke collectie. Is die helemaal vegan? Ze geven aan van wel, maar er zit wel heel veel parfum in. Dus ik weet niet zo goed of dat bij elkaar past. Maar goed, ik vind de collectie zelf wel heel erg fijn. Op één product namen, die ga je nog in een andere video terugzien. Oh, ik ga eventjes een beetje dit uit elkaar halen. Want het zit zo gigantisch vol hier. Dat ik gewoon even een beetje moet zoeken. Laten we maar eerst even doorgaan met nog een mascara. Dit is een mascara van Maybelline. Dit is de Great Lash Thickening Mascara. Dat is deze. Die heeft zo'n opvallende verpakking. Want die is dus groen met roze. Het is echt zo'n mascara die ik heel vroeger een keer heb getest. En waarvan ik wel benieuwd was om te kijken van vind ik hem nu nog fijn. Dat was deze. Hij heeft een precisieborsteltje. En het is een building brush. Het is een zwarte mascara. Hij beloofde een intense kleur en geen klontjes. Hij heeft een speciale formule.
En ja, de brush, het borsteltje, en daardoor zou je dus hele mooie wimpers krijgen. Dit is het borsteltje. Deze vind ik dan wel weer fijner, want deze heeft weer. Deze is in ieder geval niet van plastic. Ja, ik vond hem wel heel fijn. Mijn wimpers zagen er eigenlijk heel mooi zwart uit. Ze gaven ook wel een hele lichte volume. Het was niet heel erg veel wat er vanaf kwam, maar mijn wimpers zagen er daarna wel heel erg mooi uit. Dus ik ben wat dat betreft nog steeds wel fan van de mascara van Maybelline, de Great Lash. Je hebt hem geloof ik ook nog in een waterproof variant, maar ik heb dan de normale variant. Daar was ik ook wel heel erg tevreden over. Deze was toen ook helemaal niet zo duur, want ik heb deze volgens mij een keer voor €5 gekocht toen hij in de aanbieding was. Dat vind ik dan ook nog wel eens leuk om te proberen, want normaal gun ik mezelf niet echt hele dure make-up. Is het vooral Essence, Catrice, vaak ook nog wel action make-up, maar nooit echt hele dure. Dus als die een keer wat goedkoper is, dan wil ik het mezelf nog wel eens cadeau doen. Dan heb ik een aantal producten uit een trendeditie van Essence. En dat was de My Power Is. Dit is een trendeditie die is een beetje gebaseerd op sterrenbeelden. Hij heeft vier thema's en die passen dan weer bij een bepaald sterrenbeeld. Ik heb daar allereerst Hydrate en Prime Mist van getest. En ik heb hier de Earth variant. Dit zijn sprays die kun je aanbrengen voordat je je make-up gaat aanbrengen. Deze heeft de naam 02 Down to Earth. En het leuke is dat hier ook gewoon hele kleine steentjes in zitten. Als je heel goed kijkt, zie je dat. Ze hebben ook best wel. Ja, ze ruiken zo super lekker. Ze hebben best wel een groot sprayknopje. Maar dat was wel heel erg fijn. En het was ook heel verfrissend op het gezicht. Het voelde echt heel erg lekker aan. Die steentjes die zouden ook nog weer bijstaan bij je gemoedstoestand. Nou, geloof ik daar niet zo heel erg in. Ik durf je ook niet precies te zeggen welk sterrenbeeld nou bij Earth hoort. Dit is nog wel op de site volgens mij van Essence terug te vinden. Maar ik weet ook dat deze trendeditie heel hard ging met de verkoop. Maar allereerst dus Earth. En ik vond het gewoon heel erg fijn. Want je make-up bracht daarna heel smooth aan. Bleef heel mooi zitten. Ik had ook nog geen ervaring met een Hydrate Prime Mist. Ja, wel met gewone primers natuurlijk. Die je gewoon opsmeerde. Maar niet met een spraytje. Want die vond ik heel fijn. Dus dit is Earth. Dan heb ik hier Water. Die heeft dan weer hele kleine witte edelsteentjes erin zitten. Deze heeft de naam 04 Dance with the Waves. Heel erg leuk. Deze rook ook zo lekker. Ja, nu ruik ik ze niet echt. Maar ze hadden allemaal best wel een unieke geur. Hier zitten rockkristallen in. En ja, super, super fijne spray. Dan heb ik de R variant. En hier zitten rooskwarts steentjes in. Kijk, ik kan ze een beetje. Ja, je ziet het niet heel goed, denk ik. Deze heeft de naam 01 Up in the Clouds. Echt hele fijne sprays. De laatste spray die ik dan heb, dat is de Fire. En hier zitten amethyststenen in. Deze heeft de naam 3 I'm on Fire. Deze heeft dus hele donkere steentjes in zitten. Super fijne sprays. Ik had er nog geen ervaring mee, zoals ik net zei. Maar ik vond het echt wel een heel groot pluspunt. Dan heb ik ook de oogschaduwpaletten. En ik moet zeggen, ik heb er drie in de favoriete bak zitten. En eentje is in de felproductenbak beland. Want die vond ik gewoon niet fijn, helaas. Laat ik beginnen met de watervariant. Ze zijn heel erg leuk vormgegeven. Deze heeft dan ook weer de naam 04 Dance with the Waves. En op de achterkant zie je ook al een plaatje met de kleuren. Als je hem openmaakt, zie je zeg maar ook welke sterrenbeelden erbij horen. Nou, is dit helaas in het Engels. Dus ik kan je het niet vertellen, want ik kan het gewoon echt niet. Maar er staan ook de eigenschappen erbij die zeg maar horen bij die sterrenbeelden. Dan klap je hem uit en dan heb je hier het paletten. Super mooi. Ik kan wel even een paar kleuren swatchen, want ik vond ze heel intens. Wacht even, wat ben ik aan het doen? Dat ging niet helemaal goed. Kijk, deze kleuren, je kunt ze ook uiteraard weer heel erg mooi opbouwen.
Maar ik was heel erg verrast. Het was ook heel erg leuk, want ik had hier een ooglook mee gemaakt. En toen kwam mijn coach en die zei direct, dat heb je een mooie ooglook gemaakt. Ook omdat ik gebruik had gemaakt zonder glitter. Dus die vond ik echt wel een heel groot succes. Hele mooie kleuren, echt een prachtig palette. Wel een beetje gewaagd, maar ja, ik hou er wel van. Dan heb ik ook het Urge palette. Die heeft dan de naam 02 Down to Urge. En die heeft dan ook weer die kleurtjes op de achterkant. En die ziet er zo uit. Dit zijn ook weer, ja, het is een beetje een combinatie. Je hebt wat gewaagdere kleuren, maar ook weer wat lichtere kleurtjes. Het is echt heel variërend, want je hebt matte kleuren en shimmer kleuren. Die hebben deze kleuren. Je ziet het misschien nu niet zo heel erg goed, maar de pigmentatie op de oogleden was echt fantastisch. Dus ja, dat is dan ook wel weer wat geld. Want soms ook als ik bijvoorbeeld de foto's ga maken en ik ga swatchen, denk ik soms ook wel van, oh, wat moet dit worden? Maar dan op de ogen is het echt prachtig. En dan het oogschaduwpaletten van Fire. Hij heeft de naam I'm on Fire 03. Die heeft best wel gewaagde kleuren. Er zitten veel oranje tinten in. Kijk, oranje-rood tinten. Het is gewaagd, maar hij is echt prachtig. De kleuren zijn wel wat poederig, want dat zie je hier ook dat ik best wel wat fallout heb, zeg maar, langs de randjes. Ik probeer het altijd heel netjes te houden, maar dat lukt mij ook niet altijd hoor. En die hebben deze kleuren. Kijk die pigmentatie. Prachtig. Ja, die oogschaduwpaletten, 3 van die 4 waren echt fantastisch. Eentje dan niet. Maar daar kom ik dan later op terug in een veelproduct video. Die komt volgende maand online. Want ja, ik heb nu de veelproducten van januari. En dan moet ik de veelproducten van februari nog bijdoen. Maar deze was echt ook heel erg mooi. En dan heb ik nog 4 lipsticks. Die zien er zo uit. Ze hebben een gouden huls. Het is niet heel erg goed leesbaar. Dit is dan Fire. Staat bovenop wel. Dan zie je ook gelijk het kleurtje, zeg maar, wat die heeft. Nou, de namen zijn allemaal hetzelfde als die ik net ook noemde. Bij zowel het oogschaduwpaletten als bij de mist. Het zijn een beetje schuin afgesneden lipsticks. Dit is de kleur. Heel erg mooi. Dit is Fire. Een beetje een rood kleurtje. Ja, ik vond hem echt super mooi. Het zijn matte lipsticks die gewoon ook heel goed blijven zitten. Dus dat vond ik echt fantastisch. Dan heb ik hier Urt. Ook gewoon de huls is verder hetzelfde. Maar ik vind het wel fijn dat ze hebben gekozen om bovenop, zeg maar, eventjes een stickertje te doen met de kleur. En ook uit welke collectie die is. Dit is dan Urt. Heel mooi kleurtje. Ja, je moet er van houden. Dan gaan we door naar Water. Die is ook lekker intens. Deze is nog meer rood. Die andere is misschien meer paarsachtig. Mooie kleur. Is op je hand toch wat minder makkelijk swatchen op de binnenkant van je pols. Dit is Water. Ja. Lipsticks en ik, dat zijn gewoon echt liefde op het eerste gezicht vaak. En dan heb ik hier nog R. En die ziet er zo uit. Ik zal hem iets omhoog doen. Heel mooi ook. En die doe ik even hier. Dan is dit is dan, wat zei ik nou, R hè? Ja, R. Dus ook een heel mooi kleurtje. Het zijn toch wel 4 hele andere kleuren. Maar ze passen wel heel goed bij elkaar. Ja, en gewoon die matte combinatie is gewoon prachtig. Ik hou daar toch wel van. Het kan ook zijn dat je misschien meer van glimmende bent. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het leuk om te combineren. Maar ik ben, ja, mat is toch wel iets wat me heel erg mijn aandacht altijd trekt, moet ik zeggen. Dan heb ik ook weer eventjes een Real Techniques kwastensetje. Dit is het Instapop Eye Duo setje. Dat is deze. Deze zijn wat schuin afgesneden, deze kwastjes. En deze kun je gebruiken met poeder oogschaduws. Ik heb hier allereerst een dit is een crease brush. Dus deze kun je gebruiken in de crease. Maar je ziet dus dat hij een beetje schuin afgesneden is. Wat heel erg mooi is. Hele fijne kwastjes.
waar je gewoon heel nauwkeurig mee kan werken. En dus lekker met poeder oogschaduws. En dan zit er ook nog een gewoon een shape brush in. Dus hier kun je ook gewoon eigenlijk heel je oog mee in kleuren. En dat is deze. Die zie je ook heel duidelijk die schuin afloopt. Ja, ik blijf gewoon fan van de kwasten van Real Techniques. En ik vind het gewoon leuk om af en toe, als er nog eentje is die ik nog niet heb, om een setje weer te kopen. En over het algemeen ben ik altijd nog steeds tevreden. Dus ook dit setje was gewoon weer fantastisch. Het Insta Pop Eye Duo setje was dit dan. Dan hebben we nog een oogschaduwpalet. En die is het Colors of the World eyeshadow palette. En deze is ook van de Action. En kijk eens hoe leuk die eruit ziet. Echt heel erg mooi. Hier zitten 12 naturel kleuren oogschaduw in. Dus het zijn baked oogschaduws. Dus ze zijn een beetje bol. Dat ga je zo ook zien. Op de achterkant zie je ook de kleuren. Ze hebben ook weer naam gekregen. Ze heten Hattie, Peo, Chakala, Shanti, Bos, Bosun, Raksha, Ken, Tja, Kiro, Rama, Akela en Viper. Nou, die namen die vind ik niet echt fantastisch, maar goed, het zal wel. Het gaat om de paletten zelf. Wat ik dan heel erg leuk vind is de spiegel waar je dan ook weer de dierenhuiden omheen ziet. En kijk, de binnenkant is een beetje Afrika, want je ziet een soort landkaart met olifanten en een panter en super leuk gedaan. En dat zijn dit de kleuren. Ze zitten er heel mooi in. De namen staan er ook weer boven. Wel super fijn. Ik zal een paar kleuren voor je opnemen, zodat je een beetje een idee hebt wat je kunt verwachten bij een palette als dit. Ze lijken met een swatch vrij licht, maar met het aanbrengen op de oogleden gaat het echt super goed. Want je kunt ze ook weer heel mooi opbouwen. Je kunt hierbij ook gebruik maken van een kwastje die je eventjes nat maakt met wat fixing spray. En dan zijn de kleuren nog intenser. Maar ja, je kunt ze gewoon heel mooi opbouwen. Het is ook weer zo'n palette wat eigenlijk niet heel veel kost, maar toch in de uiting best wel goed tot zijn recht komt. Super leuk en ik vind ook dat de paletten steeds mooier worden van de Action. Dus echt super leuk ook dit oogschaduwpaletten. Dan heb ik twee losse poeders. En dit zijn setting powders van Kruidvat. Ik heb de Flawless Finish Translucent Glow en de matte variant. De glow die is een beetje oranjeachtig. Het is gewoon een losse poeder die best wel licht is qua structuur. En deze, de glimmende variant, heeft dan fijne parelmoerpigmenten. En verheldert de tint. De tint effectueert de make-up. Hij is inderdaad wel transparant. De glow zie je heel licht, maar niet heel erg goed. Ik ga even kijken of ik hem open kan draaien. De matte variant laat ik sowieso dicht zitten. Dat is ook niet zo'n heel goed idee. Maar kijk, want er zitten van die gaatjes in. Waardoor je dus de poeder in een bakje of in een dekseltje kan doen. En daarmee kan aanbrengen. Dit zijn ook van die producten. Bijvoorbeeld deze variant zou je heel erg mooi kunnen matchen. Door bijvoorbeeld een dagcreme. Het is altijd ook wel lekker bijvoorbeeld in de zomer. Maar je kunt hem ook gewoon mee afpoederen. Ja, ik was toch wel heel tevreden over de poeders. Want het zag er gewoon lekker gezond uit, de glow variant. En ik was gewoon eigenlijk heel goed beschermd met make-up. Dus dat was wel heel erg fijn. Dus dat is de glow. Nou, de matte variant laat ik dicht, want die gaat hartstikke poederig zijn. Die heeft ook een matte dop. Dit is gewoon zo'n witte poeder. Ik moet wel zeggen, deze maakt je gezicht heel mooi mat. Maar je moet er niet te veel van gebruiken. Want anders dan heb je een beetje, heb je echt het gevoel alsof je helemaal onder de poeder zit. Dat had ik zelf een beetje.
dat het zelfs een beetje op mijn wimpers zat en zo. En dat vond ik zelf niet heel erg prettig. Maar dit zijn wel gewoon twee hele fijne poeders. Ik vond het leuk om ze beide te testen. En ik ben wel heel tevreden over de poeders. Ik moet zeggen, ik ben normaal niet een heel groot fan van losse poeders. Maar deze die vond ik wel heel erg fijn. Even kijken hoor. Wat heb ik dan nog in de aanbieding? Ja, ik heb hier nog een paar producten uit de Trend Limited Editie van Catrice. En dit was de Caviar Couch collectie. Dit is ook een collectie die Catrice eigenlijk al meerdere keren heeft laten terugkomen. Omdat ze er al meer samenwerking mee hebben. Ik heb hier allereerst een nagellakje. En dit is de C01 Fleur die Glitter. Heel erg leuk lakje. Heeft ook weer zo'n dubbele dop, zeg maar. Die ziet er dan zo uit. Ik vond deze heel erg leuk. Ik heb deze gedragen met oud en nieuw over een zwarte nagellak heen. Dat vond ik heel erg mooi. Ik vind hem heel erg leuk als topcoat. Ik weet, als gewone nagellak is het best wel moeilijk om hem heel dekkend te krijgen. Maar als topcoat vond ik hem echt super leuk. Het zag er gewoon heel erg mooi uit. De glittertjes zijn ook best wel grof. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een... ja, ga ik dit kunnen lezen? Een Voluming Lip Booster. Volumizing Lip Booster moet ik zeggen. Ik heb deze in de kleur C02 Delicate Dream. Een heel leuk kleurtje. Gewoon op de lippen valt hij misschien een beetje tegen. Maar over een lipstick bijvoorbeeld heen is hij heel erg mooi. Er zit wel menthol in, maar ik ben dit nu een beetje gaan gebruiken. En ik merk ook dat dat eigenlijk na verloop van tijd gewoon weggaat, die geur. Zo ziet hij eruit. Je ziet op de swatch niet heel veel. Daarom is hij ook leuker als een soort topcoat. Hij maakt de lippen niet vol. Je krijgt er geen vollere lip van. Dat is vaak wel iets wat menthol zou doen. Dat doet deze niet. Maar ja, hij is wel heel fijn in gebruik, moet ik zeggen. En dan helemaal als een topcoatje. En dan heb ik daar ook nog een highlightje van. En dat is deze. Ik vind de verpakking al fantastisch. Dit is de C01 Glow Coacher. En deze heeft dan ook weer heel erg mooi zo'n spiegel in de deksel. En kijk eens hoe leuk deze highlighter eruit ziet. Want die heeft echt een patroontje erin. Daar hou ik heel erg van. Maar gewoon de highlighter zelf is echt fantastisch. Want kijk eens hoe mooie glow die heeft. Je ziet hem hier. Op de hand is die misschien iets minder intens als op het gezicht. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. Ja, ik was echt wel heel erg onder de indruk. Want over het algemeen vind ik die collectie sowieso wel heel erg mooi van Caviar Couch. Ze zijn ook best wel succesvol, want ze komen natuurlijk best wel vaak terug. Maar deze drie producten vond ik wel echt heel erg mooi. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Dus dat is die. Dan heb ik nog een Light Luster Ultimate palette. En dat is dit palette van MUA. Dit is een palette met bronzers en highlighters. Als ik het goed zeg. Ik ga even kijken of ik hem open kan maken. Maar hier kun je dus eigenlijk je gezicht compleet mee doen. Ja, het is een beetje moeilijk te zien wat is. Maar ja, het is een beetje daarop gedeeld. Want dit is dan een highlighter. En dit ook. Dan heb ik hier een bronzer en een bronzer. Deze ook. En dit is dan ook weer een highlighter. Dus ja, het is een beetje moeilijk te zien. Maar de pigmentatie vond ik heel erg mooi. Ik ga even vier kleurtjes oppakken. Ja, ze komen nu totaal niet over. Wacht, ik ga het even opnieuw doen. Want daar baal ik een beetje van. Want ze zijn echt wel heel erg mooi. Maar dan zie ik toch weer dat het oppakken van de kleuren niet altijd even soepel gaat. Maar als ik het zo doe, dan zie je de kleuren. Dus ze zijn echt heel goed gepigmenteerd. Je kunt ze ook heel erg lekker uitblenden. Dat vond ik echt heel erg fijn. Want dat gebeurt ook niet altijd dat dat even makkelijk gaat. En ja, je kon er gewoon echt wel een hele fijne, mooie gezichtslook mee maken. Het is altijd wel fijn als je gezicht dan gewoon
ja, mooi bedekt is. En ja, ik vond dit wel intense kleuren. Ze zijn misschien wat aan de donkere kant. Ik hou er wel van. Dus ik vond dit ook echt wel een ja, heel erg mooi palet. Hè? Dan heb ik nog een liquid camouflage concealer van Catrice. Dit is de groene variant, de anti-red variant. Ik had deze zelf nog nooit gezien. Deze heeft ook nou 200 anti-red. En ik was eigenlijk wel benieuwd, omdat ik van de gewone liquid camouflage concealers ook heel groot fan ben. En ik moet zeggen dat de dekking ook echt wel heel goed is. Zo ziet het applicatortje eruit. Dit is dan de concealer. Ik moet wel zeggen dat hij niet helemaal goed in de huid blendt. Maar als je daarna er met een foundation overheen gaat, je eigenlijk helemaal niks meer terugziet van die groene kleur. En dat is toch wel wat je wilt. Want je wilt niet blijven rondlopen met een hele groene ja, veeg in je gezicht natuurlijk. Dus ik zou deze ook niet aanraden om na je foundation te gebruiken. Maar wel voor je foundation. Maar hij dekt rode plekjes wel echt heel erg goed. En dat vond ik wel heel erg fijn. En dan ben ik toe aan de drie laatste producten. En dat zijn drie lipsticks van Friends. Ik ga beginnen met de variant van Rachel. Die zitten in doosjes. Ik heb deze nog op het laatste moment kunnen kopen tijdens de kerst. Want ze werden nog één keer aangevuld. En dat zijn natuurlijk die limited producten. Deze zijn van Revolution. Dan heb ik hier de Rachel variant. Hele mooie huls ook. En wat ik heel leuk vind is dat er aan de bovenkant een lipje staat met de kleur. Er staat verder geen naam op. Wel staat hier nog Friends Revolution. Dat vind ik super leuk. Maar dan is dit de kleur. Hij is best wel donker, maar ik vind hem heel mooi. Kijk, als je hem open draait zie je hier ook een lipje op staan. Dat vind ik echt super leuk. Hele mooie lipsticks. Dit is dan Rachel. Blijf je heel goed zitten. Ja, ook wel weer mat. Dus ja, wat dat betreft echt wel weer fantastisch. Dus dat is de Rachel variant. Dan heb ik hier de variant van Monica. Het leuke vind ik ook is dat de doosjes compleet overeenkomen met de doosjes van de oogschaduwpalettes. Hier staat dan ook weer Monica op. En dan zie je hier de lipkleur. Dit is een wat lichter kleurtje. De dop gaat er vandoor. Die rolt nu onder de bank. En die is ook heel erg mooi. Kijk, dit is Monica. Super leuk. En dan heb ik nog een variant. En hier heb ik altijd een beetje moeite mee. Maar volgens mij is het Phoebe, deze naam. En dat is deze. Nou, de naam. En dan ook weer de lipkleur. En dit is wel, deze vond ik ook echt prachtig. Want kijk, deze is lekker intens rood. Ja, rood. Het is meer een beetje paars. Ja, roze. Kijk, dit is hem. Hoe mooi is die kleur? Echt super goede pigmentaties. Ze ruiken ook heel lekker, deze lipsticks. Ja, echt fantastisch. Ik ben zo blij dat ik ze nog heb kunnen bemachtigen. Want ik vind het drie fantastische lipsticks. Ik ben ook heel blij dat ze nu in mijn stash kunnen gaan zitten. Want ja, ik wil ze weer heel graag gaan gebruiken. Dus ik vind deze ook echt fantastisch. Nou, dan waren dit al mijn favoriete producten van januari. Het zijn er echt best wel veel. Als ik er zo ook weer naar kijk, voor mij heb ik ook best wel veel gepraat. Maar ja, ik wil er toch altijd ook wel duidelijk wat over vertellen. Ik weet dat deze collectie, volgens mij, ja, als je mazzel hebt, kun je er nog wat van kopen. Maar de schappen waren bij mijn kruidvat zo goed als leeg. Dit geldt ook voor de Caviar Couch, want die lag al in december geloof ik in de winkel. Dus die ging ook vrij hard, omdat dit limited edities zijn. Die collectie van Monica Geuze en Danique Bossers, het kan zijn dat je die nog met 50% korting in de uitverkoopbakken ziet liggen. Maar omdat dit ook een limited editie was, liggen ze dus niet meer standaard in de winkels. Ik ben zelf eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij het mooiste product vond wat ik heb laten zien. Misschien zijn er ook producten bij die nog wel te koop zijn waarvan je denkt, goh, daar zou ik ook wel eens wat van willen proberen. Of die heb ik en mijn mening is heel anders. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Ik ben blij dat deze video erop staat, want dan kunnen de nieuwe producten voor februari weer lekker in het bakje en kan dit allemaal terug in mijn stash. Ik wil je voor nu in ieder geval super bedanken voor het kijken.
Vond je deze video nou leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en denk je, goh, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om meer video's van je te willen zien. Kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en er staat ook een belletje naast. En als je die aanklikt, krijg je een mailing zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu in ieder geval super bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doei!